Now I taught to weep and willow how to cry, cry, cry. And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. Goedenavond, we zijn vanavond in Merksplas. Dat is de tweede halte van onze tour. Deze tour, de tour van Iemand en Christophe. We zijn twee jonge wolven die een zitje kunnen veroveren in het parlement. Twee jonge Antwerpenaren die hopelijk misschien naar de Kamer in het Vlaams parlement kunnen gaan. En we willen dat op een toffe manier doen. Met mensen, met jonge mensen praten. Een beetje politieke impro. En dat dient telkens een band. When I heard my dream was back down Street Cavort and in Devonport. And I followed you, big river, when you called. Let's give it to you, Johnny. Ik denk dat mensen vooral moeten stemmen voor de partij waar ze zichzelf het meeste bij kunnen vinden. Dus ik ga niet zeggen waarom een socialist op groen zou moeten stemmen. Ik zal u wel zeggen waarom ik op groen stem. Omdat complexloos links en progressief zijn, voor mij synoniem staan aan groen. Als de peilingen realiteit worden, dan gaan we die derde zetel pakken en dan komt die bij iemand terecht. En dan is dat een kwestie van tijd voordat jullie halve pagina's en hele pagina's over iemand Anouri lezen in de kranten. Waarom? Omdat, en dat meen ik oprecht, anders zou ik ook niet met hem zo graag op tour trekken, omdat dit een politiek rastalent is. Hè. Hij is al wel 30 jaar, dat is wel laat om door te breken, vind ik persoonlijk. Hè. Down to New Orleans, New Orleans. Go on, I've had enough. Ik krijg heel grappige vragen over wie we zijn als persoon, over wat we zelf graag willen verwezenlijken, maar ook heel inhoudelijke vragen waar mensen wakker van liggen en waar ze echt wel de oplossingen die groen aanreikt willen horen. In deze rechtse tijd, in deze tijden van besparingen en zuurte graden die omhoog gaan, snakken de mensen naar een positief alternatief. En wij geloven er echt in dat we daarmee groen kunnen geven. En dat is ook waar we de mensen mee overtuigen. Tears that I cry, but I'm open, I'm gonna flood you, big river, that I'm gonna sit right here until I die. Thank you. Mr. Johnny Cash, ladies and gentlemen.